Hallo allemaal en welkom. Normaal is het natuurlijk binnenkijken bij Bikes & Care, maar deze keer hebben we even tussendoor wat. Want anders duurt het te lang voordat we het nieuws met jullie kunnen delen. Want we hebben de nieuwe Stromer ST1, de Limited, binnen en die willen jullie toch even laten zien. Dus vandaar even een kort filmpje over deze fiets. En daarna komt binnenkijken bij Bikes & Care aflevering 4 alweer online. Nou, daar is die dan. De herintroductie van de ST1, zoals Stromer het zelf noemt. We gaan hem zo meteen even van wat dichterbij bekijken. Maar in ieder geval zie je dat de Limited in een spetterend gele kleur gekomen is. Hij komt er straks ook in een zilveren, zwarte en een beetje bordeauxrode kleurstelling. Maar dit is natuurlijk wel echt heel gaaf. We hebben de oude ST1 er even bij gezet. Deze is van een klant van ons. En dan kan je zien hoe Stromer ooit begonnen is. De ST1 was echt de eerste Stromer die er was. Met de krachtige achterwielmotor ook al. En de herkenbare accu in het frame. Nou was die voor de rest wel wat minder geavanceerd. Kan je ook zien aan het displaytje bijvoorbeeld. Wat echt nog op het stuur zat. Met enkele toetsen te bedienen. Nou, dat is natuurlijk allemaal anders tegenwoordig. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook geen mooie fiets is. We dachten, we zetten hem daar even bij als vergelijk. En dan gaan we zo even bij de nieuwe ST1 kijken. Nou, misschien het meest opvallende wel zijn natuurlijk de grotere wielen. 27,5 inch, zoals we die ook al kennen van de ST3 en de ST5. En wat opvalt is het wat meer sloeping frame. Dus het is een frame wat meer tussen een sport en een comfort frame in zit. Geeft daardoor ook wat meer comfort. Er is nog steeds wel een damesmodel, dus met een lage instap. Maar het officiële heren- of sportmodel heeft dus ook al een afbuigende bovenbuis. En wat stuur waarmee je wat rechterop zit. Het is nog steeds een diepere zit, maar het geeft iets meer comfort dan de ST3 of de ST5 dat doen. Die zijn daar natuurlijk, tenminste de ST3 is daarin natuurlijk nog aan te passen, de ST5 niet. Maar deze heeft van nature al een wat comfortabelere zithouding. Verder heeft hij 9 versnellingen, een 35 Nm koppelmotor achter, waarmee die echt wel heel rap ook is en lekker rijdt. En hij wordt uitgebracht in dit geval met een 618 wattuur accu. Hij kan ook al met een 500 wattuur accu. En je kunt hem natuurlijk weer opwaarderen tot een 983 wattuur, zoals we die al langer kennen. ST1 is uitgevoerd met Ergon onderdelen, een zadel en de handvatten, waarmee je wat lekkerder kan leunen op de muis van je hand. En ook deze Stromer is weer voorzien van een Omni. Oftewel, je kan hem koppelen met je telefoon. Wat wel een verschil is met de andere soorten, is dat deze alleen via Bluetooth koppelt en dus geen echte SIM-kaart in het systeem heeft zitten. Maar desondanks dus nog wel gewoon op slot te zetten, nog uit te lezen, aan te passen in de app. Dus nog steeds connectief. Verder voldoet hij uiteraard natuurlijk aan alle veiligheidseisen die gesteld worden aan de highspeed. Dus hij heeft een klakson, dagrijverlichting, kentekenverlichting, remverlichting. Verder heeft hij ook, net als de ST3 en ST5, geen slotje meer om de accubak te openen. Maar gaat hij dat in dit geval ook met de launchbutton. Dus indrukken en de klep gaat open. Allemaal weer helemaal up-to-date en een prachtige verschijning vinden wij. We hebben er momenteel 2 op de winkelvloer staan. Ze worden in hele beperkte oplage geleverd. Dus mocht je wat zien in deze supergele en super gave kleurstelling, dan kom je gewoon lekker snel langs bij ons in Noordijk. Om te kijken en te zien of dit jouw fiets wordt. We zien jullie snel. Misschien is de prijsstelling dan nog wel even handig om te weten. De ST1 zoals die hier staat in de Lounge Edition met de 618 wattuur accu, die gaat kosten €4.590. De gewone ST1 zal daar net onder komen met €4.290, maar daar zit dus een 500 wattuur accu standaard in. En wil je meer actieradius, dan zal je moeten upgraden met een grotere accu. Maar goed, daar vertellen we jullie alles over als jullie even bij ons in de winkel langskomen. Geen enkel probleem. De binnenkijker bij Bikes & Care, die komt eraan, maar we zetten deze alvast online. Vind je het leuk? Duimpje omhoog en eventueel even abonneren. Groetjes!